We hebben het vaak over aandelen kopen. Afgelopen maandag had ik een video over aandelen verkopen en eerder deze maand maakte ik ook al een video over beleggen in 2021. Wat we zo een beetje kunnen verwachten, maar in deze video wil ik juist gaan kijken naar waarom beleggen aan te raden is, zeker met de huidige rente en inflatie die natuurlijk meespeelt. En we sluiten deze video af met een paar tips om je eerste stappen te maken als je wilt gaan beleggen. Dus dat gaan we behandelen in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passieveinkomen.nl. Een video waarin we dus gaan kijken naar waarom je zou moeten beleggen, of tenminste waarom beleggen misschien wel aan te raden is. Want bijna iedereen heeft uiteindelijk wel het doel om vermogen op te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door vastgoed, maar dat is wat lastiger om vooral mee te beginnen. En daarom is vaak beleggen zo interessant, omdat dat niet heel veel tijd en niet heel veel kennis kost en ook met een klein bedrag al kunt beginnen. Maar dat is niet wat de meeste mensen doen, want de meeste mensen proberen vooral een vermogen op te bouwen door geld te sparen. En geld sparen, oftewel minder geld uitgeven dan dat je aan inkomen hebt, is natuurlijk goed. En dat was vroeger ook zeker interessant om het dan op een spaarrekening te zetten, maar dat was vroeger. En dat is dus tegenwoordig heel anders. Kijken we naar de website bijvoorbeeld van de ING, de grootste bank van Nederland, tenminste de meeste klanten. Een betaalrekening daar, uh, 0% rente zien wel staan. En zelfs als je meer dan 250.000 euro op je rekening zet, moet je rente gaan betalen, een half procent. Maar dat is dan uiteindelijk natuurlijk wel een betaalrekening. Dus laten we vooral bij een spaarrekening gaan kijken, want daar zal het vast een stuk beter zijn, aangezien dat gericht is op sparen. Dus in het geval van de ING heb je de oranje spaarrekening en daar krijg je wel een rente van maar liefst 0,01%, wat dus eigenlijk gewoon afgerond zeg maar 0 is. En ook hier moet je trouwens op je spaarrekening, mocht je een vermogen willen opbouwen en meer dan 250.000 euro hebben, moet je daar gewoon geld over gaan betalen. En dit was dan wel ING als voorbeeld, maar ook bij andere banken wijken de rentepercentages niet heel veel af. En bij de meeste is het of 0% of 0,012 of 3%. Dat is gewoon heel erg weinig, wat dus betekent dat het helemaal niet interessant is om heel veel geld op je rekening, op je spaarrekening te hebben staan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je überhaupt geen geld op de bank moet zetten. Ik denk zeker dat het heel erg belangrijk is. Misschien wel de belangrijkste stap, voordat je eventueel gaat beleggen of andere dingen gaat doen, om altijd geld op je spaarrekening te hebben staan. Dat je daar genoeg geld hebt om een paar wat ja, moeilijke tijden op te vangen, een financiële buffer hebt. Ik zou zeggen minstens drie tot zes maanden, maar afhankelijk van jouw persoonlijke situatie eventueel nog meer. Dat je in ieder geval makkelijk, mocht er iets gebeuren, mocht je je baan kwijtraken, mocht er iets in huis kapot gaan, dat je makkelijk het geld hebt om ja, die dingen te doen die je nodig acht. Dus een reden om te beleggen, waarom je zou willen beleggen, is omdat het op de bank niets oplevert. Maar er is nog een tweede reden, die ook heel erg belangrijk is: en dat is inflatie. Want als jij je geld op de bank zet of contant onder je matras stopt, dan heb je te maken met inflatie. Ieder jaar wordt je geld minder waard. Inflatie houdt namelijk in dat er meer geld in de economie komt, omdat het bijvoorbeeld wordt bijgeprint. En hierdoor wordt het geld dat er al is minder waard. Natuurlijk komt dat omdat er meer aanbod is, waardoor het automatisch prijzen gaan dalen. En de overheid, en ook de EU, stuurt eigenlijk op een inflatie van zo'n 2% per jaar. Maar wat houdt dat dan in van jou? Op welke manier kun jij dit merken? Want 1000 euro nu is toch nog steeds hetzelfde briefje. 1000 euro is een briefje van 1000 euro? Nee, geloof het niet. Twee briefjes van 500 euro is nog steeds twee briefjes van 500 euro over een paar jaar. Dus laten we even gaan kijken naar een voorbeeld om dat wat beter uit te leggen. Want stel je hebt vorig jaar dus 1000 euro bij elkaar gespaard, of ergens neergelegd, of op een bank gezet. Dan krijg je er ten eerste al 0 euro rente over, of als je geluk hebt, 10 cent. Maar laten we even afgerond zeggen: 0 euro rente. En dus heb je eigenlijk ook gewoon 1000 euro aan het begin van het jaar en nog steeds 1000 euro aan het einde van het jaar. En pak je die 1000 euro dan aan het einde van vorig jaar, dan kun je daar voor 1000 euro op dat moment boodschappen aandoen. Maar doe je dat nou niet en laat je dat geld, die 1000 euro, of op de bank staan of onder je matras liggen, dan komt er ook in 2021 geen rente bij, want we gaan ervan uit dat de rente gewoon hetzelfde blijft. Maar de prijzen stijgen juist wel om juist die inflatie waar we het eerder hadden te compenseren. En dat houdt dus dan eigenlijk weer in dat in plaats van 1000 euro boodschappen aan het einde van het jaar, je nu 2% minder boodschappen kunt doen. Oftewel nog maar voor 980 euro boodschappen kunt halen. En dat is dus een verschil van 20 euro met het afgelopen jaar. En dat is de inflatie. Dat is dus niet iets wat je merkt omdat een briefje minder waard wordt, maar eigenlijk wat je kunt kopen van dat geld. Dat is wel minder. En het is heel erg belangrijk om dit te begrijpen. Want de meeste mensen in Nederland zullen dit niet doorhebben. En de reden dat je geld dan minder waard wordt komt omdat je je geld eigenlijk niet aan het werk zet. Ze zeggen wel eens ooit: van wie geld heeft. Kan geld maken. Dat komt omdat op het moment dat jij geld hebt, je het zou kunnen investeren. En op die manier gaat jouw geld dus eigenlijk aan het werk voor jou. En kun je een rendement verwachten. Dat is eigenlijk ook precies wat gebeurt wanneer jij geld op je bankrekening zet. De bank pakt dan een gedeelte van jouw geld. Dat zie je niet aan de voorkant, maar aan de achterkant wordt het uitgeleend. Misschien aan iemand die iets op afbetaling koopt. Misschien aan een onderneming. In die onderneming daar wordt dus geïnvesteerd. Dat wordt meer waard. Die betalen de rente af. Dat is dan de vergoeding voor de bank voor het uitlenen van jouw geld, en jij kreeg daar in het verleden ook een klein beetje rente over, maar dat was in het verleden. Tegenwoordig krijg je dus 0 of 0,01% rente voor het eigenlijk de vergoeding om jouw geld aan de achterkant dus aan andere mensen uit te lenen. Het belangrijkste is dat eigenlijk ook op die manier de bank dus eigenlijk jouw geld aan het werk zet en daar een rendement mee maakt. En ook juist daarom is het dus aan te raden om te gaan beleggen, omdat je dan zelf ervoor kunt zorgen en zelf kunt bepalen Welke manier je gebruikt om jouw geld dus aan het werk te zetten en ervoor zorgt dat jouw geld ook meer waard wordt. En wat je doet als je gaat beleggen, is dat je eigenlijk gewoon aandelen koopt in een bepaald bedrijf. Dat bedrijf krijgt dan indirect uiteindelijk geld, uh, ja, heeft beschikking tot geld. Dat geld kunnen zij gebruiken om misschien productie op te voeren. Marketing te doen. Uiteindelijk wordt daar de omzet door vergroot en daardoor is uiteindelijk ook de winst door verhoogd. En als aandeelhouder, omdat je dus de aandelen van dat bedrijf hebt, word jij daarvoor beloond in de vorm misschien van een koersstijging of een dividend. Bij een koersstijging kan het zo zijn dat jij een aandeel koopt voor 10 euro. Gedurende de tijd, een paar jaar misschien wel, is dat bedrijf bezig met dat geld, iets op te starten. Het wordt het interessanter, heeft het meer omzet. En is iemand anders uiteindelijk bereid om er misschien wel 12 euro of 15 euro voor te betalen? En zou jij dus een winst kunnen maken door je aandeel te verkopen voor 15 euro, terwijl je het gekocht had voor 10 euro? Een andere manier is met dividend, wanneer het bedrijf. Winst maakt, kunnen ze ervoor kiezen om deze winst te verdelen onder de aandeelhouders. Stel, er, zijn, er is een miljoen euro winst gemaakt en het bedrijf heeft 1 miljoen aandelen, je hebt daar één aandeel van, dan krijg je dus eindelijk. 1 miljoenste van een miljoen euro, oftewel 1 euro in de vorm van een dividend. Oftewel, jij deelt eigenlijk mee in de winst die je bedrijf maakt. En als je gaat beleggen, welke rendementen kun je dan verwachten? Nou, als beginner zijn is het zeker aan te raden om te gaan beleggen voor de lange termijn en je te richten op een bedrijf of verschillende aandelen met brede spreiding. Dat is het meest veilige en dat is denk ik het belangrijkste wat je wilt doen. Als je gaat beginnen, ga er niet van uit dat je rendementen kunt maken die je misschien. Op mijn kanaal of op andere kanalen, wel ziet op YouTube. Zeker met ja, kleine speculatieve bedrijven waar mensen misschien wel hun geld verdubbelen in een maand tijd van beleggen. Dat is, ja, dat is mogelijk, maar dat is zeker niet normaal. Dus laten we daar even naar gaan kijken wat dan wel eigenlijk de normaal Normale is van uh, het rendement, is op de lange termijn en pakken we als eerste bijvoorbeeld de AX hier in Amsterdam. In 2019 hadden zij een rendement van 23,9 procent. Dat is dus de hele beurs van alle bedrijven, alle 25 die op die beurs gevestigd zijn. In 2018 was het een stuk minder positief, daar stonden we zelfs in de min, min 10 procent. 2017 zien we 12,7% rendement en het gemiddelde van de laatste vijf jaar komt dan uit op 7,17% per jaar. En sinds het begin dat de Ajax is opgericht in 1983 ligt het gemiddelde op 7,15% per jaar. Maar dat is dus hier in Amsterdam. Laten we ook gaan kijken naar een wereldwijde fonds, een fonds. Een ja, één Aandeel, eigenlijk een mandje van aandelen. Wat eigenlijk bedrijven volgt. 3500 bedrijven over de hele wereld. Ook om een beetje ja, de wereldeconomie. En de rendementen, dus over de hele wereld te kunnen zien. Dan hebben we het in dit geval over de ETF VWRL van Vanguard. Daar zien we in 2019 een rendement van 26,5%. In 2018 min 9,6%. Het jaar daarvoor 2017. 24% in de plus en de laatste 5 jaar komt dan het gemiddelde uit op 12,2%. Of sinds de oprichting van dit fonds, ik geloof 2012, ik weet het niet zeker, een gemiddelde van 11,4% per jaar. En hier zien we dat, dat de laatste jaren de rendementen ja, flink uit elkaar liggen. Er zijn wat jaren met plus 25%, dat is echt heel erg goede jaren zijn dat. We zien ook een jaar 2018 met ongeveer min 10%. En dat is ook ongeveer wat je kunt verwachten op de beurs. Er zijn redelijk vaak wat goede jaren, maar af en toe komt er ook een jaar voorbij dat je verlies maakt. En daarmee is het dan eigenlijk ook wel dat het gemiddelde zo ongeveer op de 7% uitkomt. En wat ze natuurlijk altijd zeggen: resultaten uit het verleden bieden ook geen garantie voor de rendementen die je kunt verwachten in de toekomst. En natuurlijk heeft beleggen ook risico's. In tegenstelling tot je bankrekening, waar de eerste 100.000 euro verzekerd is, kun je bij beleggen je inleg of een gedeelte van je inleg verliezen. Je kunt uiteindelijk niet meer geld verliezen dan dat je inlegt als je gewoon de normale aandelen koopt. Maar het is zeker wel iets om rekening mee te houden. Aan de andere kant, jouw pensioenfonds gaat ook jouw inleg iedere maand, ieder jaar voor jou beleggen. Ook omdat zij het met gewoon sparen niet voor elkaar krijgen, dat zij genoeg geld hebben uh, voor jouw pensioen uiteindelijk. Dus denk niet dat beleggen eng is en dat dat alleen maar met hele grote bedragen gebeurt. Ook eigenlijk, jouw inleg voor je pensioenfonds wordt belegd. Alleen dan doe jij het niet zelf, dat doet het pensioenfonds voor jou en dan komen we bij een heel erg belangrijk onderdeel, en dat is het rente-op-rente-effect. Want 7% is op zich wel leuk, maar het klinkt ook niet erom dat het heel erg veel is. En zeker niet dat je denkt dat je op die manier met 7% op het einde ja een heel erg mooi vermogen kunt opbouwen aan de andere kant het is in ieder geval 7% meer dan op je spaarrekening en het is ook in ieder geval hoger dan de inflatie dus dat betekent dat je er in ieder geval mocht je dat gemiddelde van 7% ook halen je uiteindelijk jouw geld jouw waarde gewoon meer wordt maar zoals gezegd het wordt pas interessant wanneer je het rente op rente effect hebt Dat wil zeggen je begint nu met een bepaald bedrag dat wordt gemiddeld per jaar dus zeggen we even 7% meer waard Waardoor je met een groter bedrag eindigt. Maar dat grotere bedrag gebruik je weer voor het tweede jaar. Dat is in ieder geval weer een hogere inleg dan als je dit jaar had. En ook daarover krijg je bijvoorbeeld weer gemiddeld 7%. Waardoor het natuurlijk, als je dat jarenlang volhoudt, de groei steeds harder gaat. En waardoor je uiteindelijk wel een mooi vermogen kunt opbouwen op de lange termijn. Klinkt misschien een beetje lastig. Dus laten we even gaan kijken naar een voorbeeld. En in dit voorbeeld zie je bovenaan het eerste jaar. We beginnen bijvoorbeeld met 1000 euro en we hebben een gemiddeld rendement dat we aanhouden van 7%. Dat betekent dat we aan het einde van het jaar eindigen met 1070 euro. En die 1070 is dan ook meteen weer het beginbedrag voor het tweede jaar. Ook daar krijg je gemiddeld 7% rendement. Ga je naar 1140 en dan zie je al dat je bijna 75 euro erop vooruit bent gegaan in dat jaar. Terwijl het eerste jaar bijvoorbeeld maar 70 was. En dat is juist het effect van het rente op rente gebeuren. Want dat zie je ook in de laatste kolom, het bedrag in... Ja, en wat je daar ziet, is telkens het verschil tussen dit jaar en met het vorige jaar. Dat wordt steeds groter. Het begint met 75, maar loopt zo op naar 128 euro. En dat komt natuurlijk omdat je ieder jaar ook rendement maakt over het rendement van die vorige jaren. En wat we hier ook kunnen zien, is dat bij een gemiddeld rendement van 7% per jaar je geld verdubbelt in 10 jaar. Dat komt door de regel van 72. Dat wil zeggen, je pakt 72 en je deelt dat door het rendement. En dan zie je het aantal jaar wat je nodig hebt tot een verdubbeling. Oftewel, zou jij verwachten 10% gemiddeld rendement te maken? Dan doen we 72 gedeeld door 10. Oftewel, in 7,2 jaar zou je nodig hebben om jouw vermogen op die manier te verdubbelen. En natuurlijk groeit je vermogen niet op die manier zoals we net zagen, met een mooi gemiddelde van ieder jaar 7 jaar. Maar ziet het er eerder zoiets uit als dit: het eerste jaar bijvoorbeeld 15% in de plus. Het tweede jaar 25% in de min, bijvoorbeeld. Waardoor we uiteindelijk ook weer in het einde van het tweede jaar lager uitkomen dan de 1000 euro die we in het eerste jaar hebben ingelegd. Maar zo zie je door de jaren heen: zijn wat, vooral wat jaren die meestal in de plus zijn. Maar af en toe zit er een jaar tussen waarin we de min gaan. Het belangrijkste is dat. Hoe langer je belegt, hoe groter de kans is dat je in de plus komt op het einde van de looptijd. En ik hoop dat je op deze manier hebt kunnen zien waarom het waarschijnlijk interessant is voor jou om te gaan beleggen. Uh, niet alleen vanwege de rendementen met beleggen, maar juist ook omdat geld op een spaarrekening niets oplevert en inflatie ervoor zorgt dat het geld dat je hebt minder waard wordt. En als je nou misschien denkt van, ja ik zou wel willen kijken naar beleggen, wat is dan een goede manier om te beginnen? Oftewel, hoe zou ik kunnen beginnen? Want er zijn natuurlijk een paar manieren waarop je zou kunnen beginnen. En ik geef je graag wat tips om jou op weg te helpen. Moet ik wel bij vertellen dat ik geen adviseur ben. Dus wat ik vertel is puur uit eigen ervaring of ervaringen die ik zie vanuit mijn abonnees. Doe ook altijd zelf nog onderzoek en kijk er naar wat het beste bij jouw situatie past. Een eerste optie is dan beheerd beleggen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk geld overmaakt naar jouw beleggersrekening. Uh, daar heb je een profiel bij, daar geef je een beetje aan van. Dit is mijn looptijd, dit zijn de risico's die ik wil nemen en op basis van dat profiel gaat het bedrijf voor jou beleggingen doen, dus jij hoeft alleen maar het geld over te maken of de automatische incasso in te stellen en de rest wordt voor jou gedaan. Dat is heel erg makkelijk. Heb je niet de tijd of de kennis nodig, dus dat is voor beginners vaak wel ideaal. Natuurlijk zijn dan de kosten wel iets hoger omdat het werk voor jou gedaan wordt, maar ik denk zeker een interessante manier. Om in ieder geval je eerste te beginnen om je start te maken. Dat is ook de manier waarop ik begonnen ben bij Bink Forward. Ook zij, dat is een product van beheer beleggen. Inmiddels is er een minimum van 1500 euro wat je in moet leggen om überhaupt ja, te kunnen beginnen via deze manier van beleggen. Um, dat is op zich wel een redelijk bedrag. Aan de andere kant, als je geen 1500 euro kunt missen om te gaan beleggen, moet je jezelf denk ik ook even afvragen of het juist wel dat je nu al in de juiste situatie zit. Om te gaan beleggen. Kijk dan eerst even naar jouw financiële situatie. Heb je nog schulden? Heb je genoeg financiële buffer? En als dat allemaal geregeld is, dan zou je eventueel hiermee kunnen beginnen. En zoals gezegd, ik ben begonnen bij Bing Forward. En ik denk dat dat steeds een interessante optie is van beheer beleggen. En mocht je daar meer informatie over willen of een account willen openen, een link daarvan naar Bing Forward vind je onder deze video. Een tweede manier van beleggen is het zelf beleggen. Dus waar we het straks uit handen gaven, gaan we bij zelf beleggen juist zelf de aandelen kopen. Je kunt op die manier ook zelf kiezen welke aandelen je koopt. Dan heb je misschien liever het aandeel Apple, het aandeel Tesla of misschien VWRL waar we zojuist over hebben gesproken. Dat hele brede fonds. Ja, die keuze kun je dan zelf maken. Dus dat is heel erg interessant. Maar daarnaast heb je ook nog dat de kosten laag zijn, omdat je natuurlijk al het werk zelf doet. Kost je een klein beetje tijd, je hebt een klein beetje kennis nodig, maar daardoor kunnen de kosten wel laag blijven. Ik doe dat via de Giro. Daar heb ik veruit mijn grootste gedeelte van mijn portefeuille, heb ik bij de Giro staan. Het is een heel erg populaire broker waar ook de meeste mensen de abonnees van dit kanaal beleggen. En ook hiervan geldt natuurlijk een link daarvan naar de Giro vind je onder deze video. En mocht je via deze link een account aanmaken, dat kost jou niets extra's, maar het helpt wel het kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En tenslotte heb je natuurlijk altijd bij je misschien wel op zoek naar meer kennis. Nou, dat zou je natuurlijk kunnen doen door te abonneren op dit kanaal. Dat kan onder deze video. Ik maak elke week drie video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus op die manier hoop ik jou ook iedere week met video's verder te informeren. Maar ben je misschien op zoek? Naar een training, ook die heb ik gemaakt samen met Tim. We hebben de beleggers training gemaakt, echt gericht op beginnende beleggers, waar we je stap voor stap meenemen. Eigenlijk alle informatie die je nodig hebt, alle uitleg die je nodig hebt om in ieder geval een goed plan te maken. Om uiteindelijk dus ook een mooi beleggingsplan voor jezelf te maken. Dat is een training van 10 hoofdstukken, meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal. En ook verschillende tools die jou daarbij moeten helpen. En je raadt het waarschijnlijk al, ook een link daarvan vind je weer onder deze video terug. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video en hoop ik dat jij daar wat van hebt geleerd? Mocht je dan nou nog vragen hebben of feedback of tips of andere dingen, laat dat dan vooral weten in de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden. Wat ik video's jullie meer willen zien, dat ik meer van dit soort video's kan maken. En het helpt natuurlijk ook het YouTube kanaal, want deze video wordt dan meer mensen aangeraden. En wil je zelf dus nog meer video's zien, waarbij je nog geen lid van het kanaal. Ik maak dus drie video's in de week. En klik even onder deze video op abonneren. Of eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag weer bij de volgende video te zien.